goed, dan blijven bewegen, Frank, op oudere leeftijd. Sowieso op alle leeftijden, maar op alle oudere leeftijd ook, is gewoon heel belangrijk. Zoals onze collega's op deze zender dat dan zeggen, dan moet zij stap tik maken. dat waar wij vaak mee in de war worden gebracht. Exact, met het programma. Dat is normaal al goed als u daar dagelijks aan meedoet. Maar deze week is het extra belangrijk om te bewegen. Het is namelijk Nationale Beweegweek die vandaag van start gaat. Het Ouderenfonds wil dat senioren samen de voetjes van de vloer gaan gooien deze dagen, om daarmee twee vliegen in één klap te slaan en meer bewegen en de eenzaamheid onder ouderen tegengaan. En geen paniek, dat hoeft helemaal geen uitgebreide marathon of zo te zijn. Zoek een beweegmaatje voor een ommetje in de buurt, even naar de supermarkt of misschien wel een dansje in de woonkamer. Niks mis mee. Alles is goed, zodra u maar probeert om die lekkere stoel even een paar dagen met rust te laten, is de oproep. Beweegcoach Mieke die zet zich hier al jaren voor in en deze week krijgt ze hulp van de leerlingen van groep 8 van basisschool De Triangel. We gaan beginnen met deze, de armen spreiden. Nou, beweegvisite is natuurlijk een ontzettende leuke vorm om juist mensen thuis te ontvangen en die eenzaamheid te doorbreken. Ik moet zelf in beweging blijven vanwege dus twee knieën die niet zo goed functioneren. En dan doen we vier keer het ene been en vier keer de andere. Het ontmoeten met de kinderen, dat is natuurlijk helemaal leuk. En dat je het samen kan doen, dat is nog leuker. Nou, ik denk dat we meer kunnen en moeten gaan bewegen als onderhoud voor je lijf en om langer gezond te blijven. Ik vind het hartstikke leuk dat de jongelui er dus is en dat ze het ook voordoen, want ik kan zelf wel wat bewegen, maar dan doe ik het 9 van de 10 keer fout. Zijn ouderen in Nederland gezond? Er zijn heel veel gezonde ouderen, maar ik geloof in nog iets meer. Dus ook een oproep aan al die senioren, mensen, kom in beweging en blijf in beweging. Leuk die combinatie met die jonge kinderen die dat dan doen. En zijn ze ook heel enthousiast? Nee, ik vind het een hele goede combinatie. Dat kinderen langsgaan bij ouderen die eenzaam zijn en dan bewegen. Ja. Wat is nou de tip om vitaal te blijven? Is dat dus elke dag wandelingetje of heb jij nog andere tips? Nou ja, volgens mij heb je een minimum aantal minuten per dag wat je moet bewegen. Maar sowieso wandelen, wat er in corona natuurlijk ingeslopen is voor heel veel mensen, blijven doen. Maar je moet eigenlijk iedere dag wel iets aan beweging of sport doen. En als je oud bent, ook dat proberen te blijven doen.